Missy! Vandaag wordt voor de derde keer de PC Hoofdstad Awards uitgereikt. En gelijktijdig is ook de glamourvolle finale van de Miss PC Hoofdstadverkiezing, waar dit jaar Mary Borsato als juryvoorzitter aan is verbonden. Wat houden de PC Hoofdstraat Awards precies in allemaal? Die zijn 3 jaar geleden in leven geroepen om stijlvol Nederland te onderscheiden. Dat zijn zowel bedrijven als ook bekende Nederlanders. Ik heb gehoord dat ik een oeuvreprijs krijg in het jaar dat ik nu 45 jaar bij de televisie zit. Dus leuk, enig. Ik vind het een eer, een oeuvreprijs. Ik weet zelf al niet eens meer wat ik gedaan heb. Het staat allemaal op Wikipedia, dus ga je het opzoeken. Nou, de Miss Space Hoofdstraat is, naast dat zij ambassadrice is van de duurste en meest exclusieve straat van Nederland, is zij ook het gezicht van de Dutch Fashion Day. Dat is de eerste feestdag voor de Nederlandse mode. Nou, een Miss moet sowieso sereen, presentatief. Ze moet een hele goede rol kunnen vertolken in het buitenland uiteindelijk. En dat is iets wat heel belangrijk is, dat ze dat uitstraalt. Topmodel gewonnen in 2010 en ik ga vanavond de sheriff uitreiken aan de finalisten van PC Hoofdstraat. Nou, deze kroon is helemaal speciaal gemaakt voor de Miss PC Hoofdstraat 2011 alweer. Wat voor stenen zitten er in de kroon verwerkt? Dat zijn voornamelijk Swarovski stenen die daarin verwerkt zijn. En die is ook wel gemaakt van zilver en vergoud. Direct nummer 1 en dat is Sharon. Sharon, zeker weten. En jij bent dus nu de grote winnares van de PC Hoofdstraat nummer 1. Oh. Nou, hoe beeldig is dit? Hoe beeldig is dit? Prachtig. Sharon, wij hebben jou eerder gezien bij Wat Kijk Jij op de Hunkemuller Show. En nu heb je gewonnen. Ja, geweldig. Ik ben er echt zo blij mee. Het is echt, ja, ik had het ook totaal niet verwacht. Want er zijn zoveel andere mooie meisjes, waren er ook. Andere mooie missen. En daar ben ik tot uitverkozen. Dat vind ik wel echt, echt een eer. Ik ben er zo blij mee. Wat vind je nou het tofste dat je gewonnen hebt vanavond? Ik vind eigenlijk alle prijzen geweldig. Sowieso de bruidsjurk. Ik bedoel, wie wint er nou een bruidsjurk? Dat is echt geweldig. En voor de show te lopen over Addie van der Krommeakker en Zepper, is echt geweldig. Ja, morgen ga ik naar school en super blij zijn. Ik word morgen wakker en denk, oh, ik ben mis.